grote klassiekers, dat lijkt allemaal basic te zijn. Maar als dat echt goed klaargemaakt is, is dat oh zo lekker. En denk het niet dat aan de sterrenchef is van daarop neer te kijken. Nee, nee, juist tegenovergesteld. Het blijft altijd een uitdaging om die klassieker om te vormen. In deze aflevering maken we een echte klassieker van bij ons. Paling in het groen. Hier gaan we daar de klassieke versie van maken. En dan straks neem ik jullie mee naar ons restaurant. Om daar dan een andere versie, een creatievere, een iets gastronomische versie te maken van die paling in het groen. Paling is echt, zeker paling in het groen, is echt oer Vlaams. Dat werd hier echt overal gemaakt. Had al die restaurantjes, die palinghuizen. Dat is echt iets van bij ons. En dat is ook iets om fier over te zijn. Onze paling die is mooi gereinigd. Je moet altijd zien dat al dat bloed die daar van binnen kan inzitten, dat het er allemaal mooi uit is. Dat is wel belangrijk. Dus je koopt die zo. Dus paling stropen, dat is voor professioneel, dat is niet zo gemakkelijk. Dus wat er wel moet gebeuren, is die rugfin. En die ondervin, die moet je dan mooi afsnijden. Alle paling is rivierpaling. Men spreekt soms ook over zeepaling. Ja, dat is in feite een soort palingachtige vis. Die er een beetje op trekt, maar die is veel dikker. Die is anders van textuur. En dat is in feite geen paling, dat is hondshaai. Nu gaan we die paling in stukken snijden. Moet rekenen, moet zo'n stukje hebben, dus een centimeter of 6-7. Dan heb je mooie stukken paling. Dus gewoon door de graad door. Zo heb je een mooie stukjes paling. Hier hebben we nu onze mooie stukken paling. We gaan die eerst aanstoven in boter met fijn gesneden shallotje. Nu is het belangrijk om die echt fijn te gaan snijden. Waarom? Die worden meegegaard en die komen straks ook in de saus terecht. Dus we snijden die overlangs in twee. En dan gewoon eerst fijn insnijden. Dan gaan we zo. Twee keer en dan zo allemaal zeer fijn snijden, dat je allemaal fijne kubusjes krijgt. We gaan die shallotjes aanstoven in boter. Onze paling daarbij doen. En dan blussen witte wijn en een klein beetje noix ypres of een droge vermoed. Die laten we nu eerst een klein beetje opstoven. En nu mag er onze paling bij. We gaan nu even laten sudderen hier op het vuur. En straks gaan we dat een 20-tal minuutjes in de oven plaatsen. Zo gaat dat op het gemak kunnen haren. Kruiden, peper, zout. En nu gaan we onze aromaatjes toevoegen. Enkele blaadjes salie mogen daarbij. En dan hebben we hier onze zirkel, daar doen we er ook al enkele blaadjes van bij. Wat je straks gaat zien, die wordt bruin. Dus, maar die doen er al bij voor de smaak in die saus te krijgen. Twee blaadjes laurier. Beetje thym. Enkele peperbolletjes. En een tintje look. Dat nu mooi even meestoven. En dan gaan we dat bevochtigen met onze droge vermoed. En een beetje witte wijn. Nu gaan we dat eerst even laten opkoken. En dan gaan we dat pas in de oven plaatsen.
Die paling staat mooi juist onder. Dat moet niet meer zijn. En daar leggen we nu een papiertje op. Zodat alle smaken mooi in de pan blijven. Dan gaan we dat zo in de oven plaatsen. Onze paling zit niet in de oven. We hebben gezegd ongeveer 15, 20 minuutjes. Maar dat mag hij wel hebben, want in de oven gaat dat ook zachter dan op een vuur. Dat wordt niet gekookt. Dat gaat zeer zacht. Die is lichtjes aan het stoven. En pas op, de paling moet ook haar zijn. Dat moet van een graad vallen. Anders is dat ook niet lekker. Als je ze nog moet zitten bijten, dat op die graad plakt, dat is niet lekker om te eten. En ja, tenslotte, de paling is een soort... Dus in spierweefselken, hè. Dat is een taaie vis, dus dat mag wel zijn 15, 20 minuutjes hebben. Ondertussen gaan we beginnen aan onze kruidensaus. Want de paling in het groen is een mengeling van kruiden. En ja, er zijn zoveel recepten over. In feite, vroeger ieder palinghuis had zijn eigen recept. En dat is ontstaan uit in feite, ja, de kruiden die ze in die streek hadden. Ieder palinghuis had zo zijn eigen recept. Zeker die paling in het groen, dat was allemaal geheim. Hè. Niemand mocht dat weten. Want dat was echt de la mama die dat nog klaarmaakte. En zij stelden die kruidenboeketten samen. Want dat moest altijd hetzelfde zijn, want dat was echt van haar. En dat werd er allemaal zeer geheimzinnig over gedaan. Dus wat gaan we hier doen? Dragon. Hier mocht ook... Het is nu een jonge dragon. Die steeltjes zijn nog zeer dun. Dus daar moet je... Niet naar kijken dat daar nog een beetje steeltjes in zitten. Als je te dikke steelen hebt, dan doe je dat eraf. Dan onze kervel. Die mag er allemaal in. Koriander. Niet klassiek. Vroeger bestond dat niet. Werd dat hier niet gekweekt. Maar een klein beetje koriander mag er wel bij. Dat geeft ook zo'n typische touch. Ook niet in overdrijven. Peterselie. Mag er al bij. Dan onze citroenmelisse. Die moet daar zeker bij. Die geeft ook die frisheid daaraan. Hier hebben we marjolein. Dat geeft ook een typische smaak, die marjolein. En in sommige streken, waar er veel palinghuizen zijn of waar ze paling kweken, dat noemen ze dat palingkruid. Maar in feite is dat marjolein. Dan de munt. Daar moet je wel die steeltjes van af, want die steeltjes van die munt die zijn iets harder. En dan op het laatste onze spinazie. Die doen ook de grootste nerven eruit. En zo ziet je dat. Dus ja, in feite, ja. Een ganse kom kruiden met spinazie daarbij. Maar dat gaat ook ja, de typiciteit geven aan dat gerecht. Die frisheid van al die groene kruiden. Ja, dat is zo lekker. Wat gaan we daar nu mee doen? We gaan die gewoon onderdompelen in kokend water. Je laat nu even een half minuutje erin, een minuutje erin. En ondertussen ga ik een klein beetje ijswater nemen om die dan direct in te schrikken. Zo wordt die direct gekoeld. Dan blijft die mooi groen van kleur. Zo, onze groene kruiden zijn allemaal mooi geblancheerd. Nu gaan we die afgieten. Klein beetje het water eruit duwen. En dan gaan we die blenderen. We doen onze kruiden hier allemaal mooi in. En wat moet er nu nog bij komen? Dat is het vocht van de paling. Want die is ondertussen ook klaar. De paling is mooi haar. Die gaan we er nu uithalen. Want wat we nodig hebben, dat is die bouillon waar dat hij gegaard is. Ziet je? Dat is mooi haar. Hier en daar hangt er nog een klein beetje groen aan. Laat het eraan hangen, dat speelt geen rol. Ook die kleine shallotjes die daar nog aan hangen, kan absoluut geen kwaad. Zo, hier hebben we onze paling. Nu gaan we daar die
Die zirkel dat we erin gedaan hebben voor de smaak, die gaan we er nu uithalen. De zirkel, laurier, de look, tijm, ons salieblad, dat mag eruit. En waarom halen we dat er zo uit? Waarom zeven we dat niet? Omdat we die shallotjes die meegestoofd zijn met die paling, die hebben we nodig voor onze saus. Want die gaan veel smaak geven aan onze saus. Dus alles daaruit. En die jus, die gieten we nu bij. En wat doen we er nu op het laatste moment nog bij? Dat is enkele blaadjes munt. Dat is om die frisheid van die saus te bewaren. Niet overdrijven, enkele blaadjes munt. Nog een klein beetje basilicum mag daarbij. En dan ga ik daar een klein beetje zirkel fijn snijden en dat ook bij doen. Als je die zirkel laat koken, heb je gezien, die wordt echt bruin. Maar als we die gewoon op het laatste moment daarbij kutteren, hebben we die smaak, die zurige smaak, en gaat die niet bruin zijn. Dus gewoon grof snijden. En dan kan die gewoon mee in de blender. En dan hebben we toch die typische smaak van die zuring die in die paling moet. Mooi groen, dat mag goed mixen, dat al die kruiden mooi gemalen worden. En dan met die shallotjes en met die jus, omdat die paling in gehaard is, ja, dat maakt de saus, kijk, die is direct gebonden, je moet daar niks meer aan doen. Dus wat gaan we daar nu mee doen? We gaan die nog lichtjes opwarmen. Om onze paling daar dan in te leggen. Dat brengen we nu nog juist tot aan het kookpunt. Noem paling in het groen, dus moet je ook zorgen dat je saus groen is. Dat is ook veel smakelijker om te eten. Dat ziet er ook veel frisser uit. Dus ja, als je die kruiden te lang laat koken, dat is misschien een fout dat sommige mensen nog maken, ja, automatisch gaat dat bruin worden. Dus die mag juist nog een keer warmen en dat is gedaan. Zelfs als je geblancheerd bent. Want ja, eenmaal dat begint te verwarmen, ja, gaan die aan kleur gaan verliezen. En ja, dat is niet de bedoeling daarvan. Dus zorg ervoor dat dat mooi fris groen is. Nog een beetje peper en zout bij. Beetje zout. Even doorroeren. En dan gaan we er ook nog een beetje citroensap bij doen. Citroen gaan we eerst even masseren. Dat de jus mooi loskomt. En dan gaan we die mooi erbij doen. Even doorroeren. En even van onze saus proeven. Mooi fris. We gaan onze paling daarin. Het is ook de bedoeling dat het ook zo geen dikke saus wordt. En dan rest ons alleen nog ons brood te snijden. Ziet je een mooie snede zuurdesembrood. Hier hebben we nog een beetje kruiden, kervel, een beetje peterselie, een klein beetje dragon. Al de kruiden die gebruikt worden in de paling in het groen. We doen daarbij een klein beetje olijfolie. Een beetje peper en zout. En een klein beetje citroensap. Mooi mengen. Dan gaan we het dan mooi op onze paling leggen. Dan leg je daar je stukjes paling in. Moet je vergieten met de saus, want het is ook de saus die super lekker is bij die paling. Dan het kruidenslaatje
Daar legt hij er gewoon op. Geeft er ook een klein beetje frisheid aan. En dan... een mooie schijf zuurdesembrood daarbij. Voilà. Panning in het groen, maar echt met groene kruiden, met vol smaak. Hans, uw kruidentuin zit daarin. Dus dat is onze klassieker. Straks neem ik u mee naar ons restaurant om daar misschien ja, een modieuze versie van te zien. Een totaal andere versie van paling in het groen. Maar ook met de typische smaak van de verse kruiden. Daar gaat het dan om. Tot straks.